dan is dat discriminatie, meneer Eertmans. En ik zou de heer Eertmans willen vragen waarom hij onderscheid maakt op basis van afkomst, waarom hij discrimineert. Het gaat hier om mensen die recht hebben op een woning. Waarom mag een persoon een statushouder die ergens anders is geboren niet direct recht krijgen op een sociale huurwoning en iemand die in Nederland is geboren volgens de heer Eertmans wel? Eertmans. Daarmee schept u toch een soort apartheid op de woningmarkt. De heer Eertmans. Weet u wie er achtergesteld wordt, wie er gediscrimineerd wordt? Dat zijn eigenlijk de gewone mensen die al jaren wachten. Die worden namelijk ingehaald door de statushouder die met voorrang door het kabinet verplicht aan gemeentes moeten worden gehuisvest. Ja, voorzitter, de echte discriminatie die staat daar. Als u mensen die evenveel recht hebben op een sociale huurwoning als anderen, u zegt het net zelf terecht, geen sociale huurwoning wil geven alleen maar omdat ze ergens anders geboren zijn, dan is dat discriminatie, meneer Eertmans. En u begrijpt echt niet het sentiment, meneer Van Baarle, dat inderdaad in onze stad Rotterdam, maar ook daarbuiten leeft, van mensen die zeggen, jongens, ik wacht met mijn zoon al zo lang op een woning en ik word gewoon ingehaald door een Syriër.